Ik ben Rut Nelemaat en ik ben voorzitter van de wijkraad Burgwal. Ik sta nu op de Vissersbocht. Ik wil graag burgerzichten over hondenpoep. Dat is een van de grootste problemen, grootste ergernissen in onze wijk. Hier verderop is een veldje. Heel veel hondenbezitters denken van, nou weet je, er is hier gras, dus daar kan ik het wel laten liggen. Maar dit is ongeveer de enige 10 vierkante meter gras in deze buurt. En heel veel mensen laten hier een hond uit. En als iedereen het hier laat liggen, is er dus één veld met hondenpoep. Er zijn toch nog steeds een aantal eigenaren die zo stiekem weg hun hondendrollen laten liggen. En ja, dat is eigenlijk heel vervelend voor iedereen in de wijk. Nou ja, we proberen daar wat aan te doen als wijkraad. Zo hebben we afgelopen zaterdag een hondenpoepactie gehouden. Daarvoor hebben we een grote hondenpoepzuiger hebben we gehuurd en die heeft door de wijk heen overal hondenpoep weggehaald. We hebben deze hondenpoepzakken uitgedeeld en wat je ziet is een leuke tekening erop. De oplossing is dat iedereen zo'n houdertje met hondenpoepzakken bij zich heeft of gewoon losse hondenpoepzakken, maar in elk geval het opraapt en het ook in een prullenbak gooit. Dus ja, ik zou willen zeggen van hondeneigenaren, als je een hond neemt, dan is de consequentie dat je je hondenpoep opruimt.